Lieve tweeling, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 52, 25 december tot en met 31 december. Het is een algemene reading. Haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve tweeling, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Je bent echt bezig met de toekomst. En de toekomst kan bijvoorbeeld ook al morgen zijn. Je wilt groeien, je wilt een nieuw level kunnen bereiken. Je wilt gaan ontwikkelen, je wilt er staan. Dus je hebt zoveel mooie voornemens. Maar let erop dat je ook even in het hier en nu mag blijven. Je gaat je eigen gang, je gaat je eigen weg volgen. Je wordt steeds sterker en krachtiger. En volg vooral je gevoel. We gaan eens even verder kijken, lieve tweeling, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de tweeling deze week verwachten? Oké, wat ik voel is, zeg maar, voor sommigen van jullie willen ze even onzichtbaar zijn en anderen willen juist gezien worden. Daarbij merk ik vooral dat deze week echt in teken staat ook van verbinding. Tot jezelf kunnen komen, op adem kunnen komen, kunnen genieten. Terwijl je toch tegelijkertijd bezig bent om dingen te verwerken of waar je continu mee bezig bent geweest. Je vindt het misschien lastig om ook echt dingen los te laten en te laten vallen van oké, even tijd voor mezelf. Dus een aantal van jullie zullen echt bezig blijven met studeren of dat soort zaken. En anderen zullen misschien denken, oh, ik heb even ruimte, ik heb even tijd. Ik ga even lekker de natuur in of ik ga lekker extra trainen of waar je dan ook goed bij voelt. Het voelt ook als een week waarin veel emoties komen of waarin veel wisselvallige emoties aanwezig kunnen zijn. We gaan eens even verder kijken, lieve tweeling, naar een mooie boodschap voor jou. Ik ben een winnaar en ik heb alle wijsheid die ik nodig heb. Lieve tweeling, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan weer vanaf januari. En wil jij heel graag meedoen aan de mediumschapsopleiding? 12 januari gaat die weer van start. Ik wil je heel erg bedanken voor jullie steun en voor het kijken. En wie weet, tot volgend jaar.